Waar gaan we heen? A27 rechts, 104.5. A2D, ja. Hey man. Nou, kazernealarm gaat ook. Zal wel een ongeval zijn ofzo. Ja. Of het is toeval. Ja, kan ook. Ik zal eens inlezen. Voor TS Haven, TS Buiten. Even spieken. Wat zo een A1? Ja, auto X auto. Ja. Ja, op de snelweg A27. Lijkt erop dat één iemand misschien al overleden is. We gaan eens kijken. Brandweer komt er achteraan. Oké, nemen we gewoon alles mee. Zuurstof, lifepack, spoedtas. Ja. Brandweer zal niet veel later in onze plaatsen zijn. De politie rijdt mee. Nou ja, ze rijden al achter ons. Ik denk dat de tweede Almere van Zuid gaat komen. Ja, dat lijkt me het meest logisch. Wij waren helemaal leeg natuurlijk. Ja. Kijk, een nieuwe informatie betreft de linker rijbaan. Er is een Volvo XC90 tegen een groene Volvo nogmaals. Twee Volvo's zo te zien. Het is nu alleen nog maar even doorzien, dus... Ja, MMT komt ook. Ah, oké. Okay. Zijn er steeds info aan het bijwerken? Politie is inmiddels te plaatsen. Even kijken waar ik hem zo meteen neerzet. Ja, ik weet niet wat de politie allemaal heeft afgezet. Ah, ik ook niet. Over de G is niet beschikbaar. Nou, bijzonder. Die komt dus niet. Ik denk dat het daar goed is, hè? Ja, ik zie al blauw. Ja. Even vlug zo, ja. Oké, okay, helemaal dicht. Eerste ambu. Gaan u net vasthouden, meneer? Zet mij hierachter. Ja, is goed. Okay. Ik stap uit. Neem mij de spullen mee. Ik doe even helm op en John. Ja, ik pak de spullen. Ik ga even snel kijken. Ik heb even alles erop. Goedendag collega. Goedendag, ja. Ik ben erachter gaan zitten. Meneer heeft last van de nek. Ja. Zei dat hij het sturen, of de macht is voor, of het stuur uit de bocht is gevlogen. Oké. Okay. Hij heeft ook ontzettende hoofdpijn. Meer weet ik nog niet. Zijn spreekbaar? Ja, hij is aanspreekbaar. Okay. Goeiedag meneer, ben Wim, ambulance dienst. Kom zo meteen bij u, ja? Ik heb hier de spullen, ja, Wim. Ik ga even kijken bij tegenliggen. Goedendag mevrouw, kunt u mij horen? Ik heb hier geen reactie, jongens. De deur gaat wel open. Mevrouw. Hebben we? Nee. Ja, niks. Ik voel nu in de hals. Ja, je had geen gordel om, hoor. Nee, die hangt helemaal slap, die gordel. Ja. Oké. Okay. Ja. Goed. Gaan we zo meteen bezighouden met de Volvo XC90, bestuurder daarvan. Deze, ja, de arts komt eraan, MMT. Lijkt overleden, of nou,
bevestig, maar hij gaat verder bevestigen. Brand van mij gekregen. Nee. Deze is overleden. Luister. Als jullie daar een beetje zorg voor hebben. Maar ook zo meteen bij de collega hier. Ik denk de tweede ambulance ook al aankomt van te horen. Moeten we hier verder of zoiets? Of ja, doe maar even. Hier verder nog helemaal niks meer doen. Er komt zo meteen nog een arts en ik neem aan dat de politie de VOA ook gaat laten komen. Ja, oké. Okay. Dan ik zal wel even afschermen, mijn collega zal wel de voertuig veilig stellen. Ja, is goed. Goedendag meneer, daar ben ik weer. Hoi, hoe gaat het met die andere mevrouw? Hey, ik zal even anders even vragen aan u, hoe gaat het met u? Hoofdpijn, wat pijn aan mijn nek, verder werk ik wel goed. Hoofdpijn, pijn aan de nek, oké. Okay. Kun je mij nog vertellen wat is gebeurd? Ik wou zeg maar naar een andere baan toe, om hier, ik werk hier zo. Ja. En ik verloor zo de macht over sturen. Ik wou zeg maar klemtje afremmen om eerst deze auto voor te laten gaan. Ja. Maar ik opeens werd het zwart. En, ja, toen werd ik wakker hier zo gebotst. En waren jullie ook al snel. Ja, precies. Oké. Wacht even, collega, kun jij even bij hem blijven? Misschien nog wat aansluit een en ander. Ik ga even collega's inlichten. Ja, doe ik. De verpleegkundige, wie mag is de gelukkige vandaag? Ja, met deze. Dat ben ik. Ja, hoi. Kom even hier. Ja. Arts is nu ter plaatse, dat is mooi. We hebben één overledene in het groene voertuig. Dat weet de bestuurder van de Volvo zelf nog niet. Dat laten we maar even zo. Brand verzet het af. Arts gaat zo meteen bevestigen. Hier heb ik iemand met pijn in de nek. Lifepack wordt aangesloten, lijkt goed en spreekbaar. Nek wordt gestabiliseerd, ik ga er wel een nek krijgen voor de handigheid omheen doen. En dan gaan we beginnen met de bevrijding. Ik stel voor het dak eraf, deuren eruit, via de plank eruit. Ja, prima. Wat vraag je voor ons? Even assistentie, tweede wagen. Ja. Ja? Ja, prima. Hoi dokter. Hi. Ja, goed. Ik heb vooral voor nu de eerste taak om even te kijken in het groene voertuig. Daar zit een mevrouw. Ik heb daar geen hartslag meer voelbaar bij. Die had waarschijnlijk ook helemaal geen gordel om. Dus het, ons sterk vermoeden dat deze mevrouw is overleden. Ja, oké. Okay, nou ja, ik ga even kijken wat we kunnen betekenen. Om, ja, dan wat mij betreft alleen de dood vaststellen. Ja, dan dus, zal ik kijken hoe jullie wat verder. Oké, okay, goed. Mijn collega zal er nog even bij komen. Even ter bevestiging de lifepack erop zetten, dat je het echt zeker weet. En dan houden wij ons even bezig met deze meneer. Die is goed aanspreekbaar, van last van de nek. Weet nog wat is gebeurd. Vooral angstig. Maar daar gaan we zeker aan werken. Ja, oké, okay, top. Top. Zo, daar ben ik weer. Wim, voor jou, alles zit erop en eraan. Okay. Ik heb al een infusie geprikt in zijn linker pols. Dus. Oké, okay, top. Nou meneer, een vuur zittel hoor ik van mijn collega. Hoe gaat het met ademhalen? Wel iets beter. Ja. Iets beter. Het ging niet goed dan? Nee, ik was wel inderdaad, die medicijnen weet ik veel wat u erin heeft gespoten. Ja, vond wel iets beter nu inderdaad. Ik was wel iets benauwd. Oké, okay, als het goed is heeft mijn collega nog niks toegediend. Maar dan gaan we zo eens kijken hoe de benauwdheid klachten komt. Kan ook van de schrik zijn geweest dat het nu allemaal wat meer zakt. Maar ja, we gaan het even aankijken. Ik ga wel even luisteren naar de longen. Ik mag eens even diep inademen voor me. En weer rustig uitademen. En dan mag je nog een keer doen voor me. En weer uitademen. Oké, okay, heel goed. Nou, zoals je misschien zelf al had gemerkt, hebben we wat moeite met de deur open te krijgen, maar daar hebben we de brandweervoerders die gaan dat zo meteen doen. Gelukkig is het raam er wel uit, dus kunnen we via die weg al wat regelen. Als je een pijncijfer kan geven, van 0 is geen pijn, 10 is echt pijn die je kunt bedenken. Wat is op dit moment jouw pijnscore? Ik denk een 3, misschien een 4. Een 3, oké. Okay. Dus het horen heeft de auto dan toch wel flink een klap opgevangen. Zo nou ja, ik denk dat hij met 130 ging en ik was ook nog wel aardige vaten die ik had. Oké. Okay. Ja, had. Ja. Maar airbags zijn er in ieder geval uit. Ik denk dat dat al heel veel scheelt. Ja, collega, kun jij misschien even een plan van aanpak
maken met de brandweer, dan hou ik nog even met meneer bezig. Ja, ga ik doen, kom. Oké. Dan ga ik toch wel medicatie geven, meneer. Misschien ook wel wat rustiger te worden zometeen. Toch wat tegen de pijn, want de pijn kan nog komen. Het kan door de adrenaline zijn dat het nu nog niet voelbaar is, maar dat het later zeker komt als alles wat minder is. Dus we gaan preventief wat werken. U gaf pijn in de nek aan, hè? Of in ieder geval gevoeligheid in de nek. Is dat nog op andere plekken? Nee, nee. Ik denk dat ik een harde klap heb gemaakt met mijn hoofd. Dat denk ik vooral. Oké. Okay. Jan, kun jij misschien even de nekkraag eromheen doen? Ja, dat is goed. Ga ik weer doen. Mijn collega gaat wel even een nekkraag eromheen doen, om uw nek. Dat staat de ondersteuning. De collega van de politie houdt de nek nu vast. Die mag dat dan zo meteen loslaten. En dan hebben we daarvoor de nekkraag. Ja, helemaal goed. Heeft u verder nog op ergens last van? Benen, armen, wat u nu voelbaar heeft? Nee. Het is vooral wat hoofdpijn okay. En de nek. Goed, ben je buiten kennis geweest na het ongeval? Ja, ik denk het wel even. Jullie waren er echt wel heel snel. Ja, oké. Okay. Goed. Tim, voor jou, brandweer gaat klaarmaken om het dak eraf te halen. Brandweer gaat klaarmaken, helemaal top. Dan maken we zo meteen wat ruimte. Ik ga nog even wat controles doen. Ook neurologisch even in de ogen met een lampje schijnen en zo. Mijn collega gaat ondertussen wel even snel die nekkraag om. Ja, dan heb je nekkraag. Ja, Lucas. Ja. Zou ik hem helpen? Tuurlijk. Als je even mij de nek even stabiliseert. Ja. Dan kan de agent weer loslaten, dan kan ik de nekkraag even omdoen. Dan voor de agent, dan mag jij gaan loslaten. Neem mijn collega het over. Ja, ik heb hem. Nou, nee, ik doe de nekkraag bij je om, niet schrikken. Zo. Als jij zo meteen nog even wat, in ieder geval even een fast test kan doen. Misschien even pupillencontrole. Ga ik even aan de dokter aanhoren hoe het daar zit. Ja, ga ik even doen. Ja. Brandweer, nog even geduld. We starten zo. Of jullie kunnen ze starten. Ja, hij is goed hoor. Hoi. Hoi. Bevestigd. Ja, positief is inderdaad bevestigd. Ik kon in ieder geval niet heel veel meer betekenen. Nou, de brandweer heeft het afgezet voor de file die ook hier naast ons is ontstaan. Laten we zo even... misschien is het ook beter tot ze... ja, dat moeten we even aanhoren wat de politie en de brandweer ervan denken. Maar om met ja, lichaam en alles weg te gaan slepen en op een rustige plek, locatie, even het lichaam eruit... Ja, dat is inderdaad een doen. Ik denk inderdaad dat we zitten nu net in de spits natuurlijk. Ja, dus, inderdaad. Goed. Politie, hoi. Hoi. Deze persoon is overleden. Die laten we op dit moment zitten. De brandweer houdt daar ook zich niet mee bezig. En wij ook niet meer. Misschien is het beste om het voertuig met ja, lichaam en alles weg te slepen. En om een rustige locatie, misschien bij brandweerkazerne achter, even eruit, ja, eruit te halen. Ja, nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Vooral met de filevorming hier langs ons en ook achter ons lijkt me niet van meer gelijk eruit te gaan halen. Nee, dat dachten we ook. Een andere vraag. Ja. Volgens mij leeft andere patiënt nog. Tot nu toe wel, wilt u zo meteen een VTP in het ziekenhuis? Nou, die is eigenlijk die zit er wel heel goed bij. Dat is ook meteen van jou, dokter. Niet echt een MMT-indicatie. Dus wat mij betreft kan de heli zo meteen alweer met vervolg. Maar goed, dat moeten jullie zelf maar even weten. En eigenlijk is dat vooral pijn aan de nek. En ja, gezien het voertuig, de Volvo XC90, die vangt een klap redelijk goed op. Dus ja, die heeft eigenlijk nergens echt last van. Zelfs een pijnscore van 3. Dus dat valt echt nog reuze mee. Dus ik heb daar op dit moment geen VTB voor nodig. Die heeft echt geluk gehad. Ja. Nou oké, dan had ik weer een retour richting Rotterdam. Is goed, bedankt. En tot nou, de volgende. Ja, jullie ook. En een goede inzet. Hoi. Hoi. Hey. Had jij nog wat eruit? Uit fast, neurologisch? Ja, ik heb even gekeken naar de pupillen. Mm. Ze reageren wel. Alleen de linkerkant had wat minder vermogen om te reageren op het licht. Okay. Voor de rest waren de waardes, ja, de bloeddruk steeg iets. Ja. Dus uitreding neemt waarschijnlijk af nu. Ja, gezien. Oké. Okay. Maar voor de rest niks om zorgen te maken. Voor de rest niet echt. Nee, op dit moment nog niet. Nekkraag zit erom. Oké, okay, ja. Dat is mooi. Ik ga toch wat preventieve pijnstiller geven. En dan stel ik voor dat er na de deur zal worden opengemaakt en het dak eraf worden gehaald. Lifeline gaat opstijgen.
Misschien als collega hier zo even wat pulletjes kan klaarmaken voor mijn medicatie. Pijnstiller. Ja. Nee, is goed, zakken. Zo meneer, daar ben ik weer. Ja. De nekkraag zit erom. Pijnstiller gaan we nu geven en dan gaan we daarna beginnen met de brandweer om de deur eruit te halen. En om u zo veilig mogelijk uit het voertuig te krijgen, gaan we ook het dak eraf moeten halen. Ja? Ja, gaat vooral gaan. Ja, oké. Okay. Goed. Mijn collega van de brandweer, die komt zo meteen met de deur. Die gaat zo meteen met de deur beginnen. Ik of mijn collega zal naast u gaan zitten en wij zullen u zo afdekken tegen het glas en tegen eventuele andere objecten die een beetje kunnen uitschieten. En we zullen ook precies samen met de brandweer vertellen wat we gaan doen. Dus al het geluid wat u hoort zal worden uitgelegd wat dat is en wat er gaat gebeuren. Dus als u vragen heeft, stel ze gerust. Probeer wel zoveel mogelijk vooruit te blijven kijken. Het gaat sowieso niet om naar links of naar rechts te kijken met de nekkraag, maar gaat ook niet forceren. Ja, nee, is helemaal goed. Oké? Okay? Ja. Zou ik even bellen met Erasmus alvast? Ik doe wel de vooraankondiging. Ja, is goed. Doe meteen al een overdracht. Ga jij even naast hem zitten inderdaad. Ja. Had jij dan pullen klaar? Ja, ik wou net zeggen. Ik heb dan pullen klaar, ja. Toppie. Meneer, dan gaan we nog even wat medicatie toedienen en dan gaan we beginnen met de bevrijding. Had jij nog een deken voor mij? Ik heb wij hebben dekens om persoon als te schermen. Dat heeft de brandweer. Heb jij er eentje voor mij? Dan kan ik die vast om omheen. Ja, oké. Medicatie zit erin, meneer. Kunnen we duidelijk van worden. Maar dat is normaal. Laat dat, geef eraan toe, ja? Ja. Nou meneer, ik zit naast u. Ik ga even afdekken met een deken. Tegen jullie de kunnen brandweer. Bedankt. Ja. Ja, ons lijkt verstandig, ondanks vanwege de filevorming dat wij even zo meteen de ambulance waar een persoon gaat totdat hij de file voorbij is even begeleiden over de vluchtstrook en dan kunt u verder. Ja, dat is helemaal goed. Nou, mooi. Dat doen we. Want ik denk dat het inderdaad redelijk vast staat. Ja, kijkers hè. Ja, precies. Zijn ze ramptoeristen. Ja. Dan stel ik voor dat we dadelijk de bestuurdersstoel helemaal plat leggen, wervelplank erachter en eruit halen via die weg. Akkoord. Oké, ambu voor u, deuren zijn eruit gehaald, alle ramen zijn ook uitgehaald, ook het dakraam. En dan hebben we even extra handjes nodig om het naar achter te doen. Ja, dan gaan wij jullie zeker bij helpen. Ja, dankjewel, dan is er hier nog. Nou meneer, wat ze nu gaan doen, het dak is helemaal los, dus dat gaan ze nu naar achter klappen. Daarom dat iedereen omheen staat. Gaan nog heel even de deken overheen. Naar achter. Oké. Okay. Dan gaan we u eruit halen. Hoe zit het met de pijn? Zijn misschien even aan de andere kant. Dit is wel minder geworden, het klinkt duister geworden inderdaad. Volgens mij is het van die medicijnen, maar de pijn is wel wat minder geworden. Oké, okay, helemaal goed. Nou, blijft u rustig zitten, dan bent u zo uit de auto. Oké. Okay. Zijn maar brandweer. Ah, oké. Okay. 1, 2, 3 en dan gaan we naar achter doen. Yes. Zo, voilà. Politie de sirene staat aan. Ik ga nog even hoesjes over doen, zodat we die niet snijden en dan... Ik pak bij Jansen wel een plank eruit. Oké meneer, wat we gaan doen, we gaan de bestuurdersstoel, dus uw stoel, gaan we helemaal plat leggen in de lichtpositie. Dan gaan we daarna met een wervelplank, dat is deze oranje plank die ik vast heb, gaan we die achter uw rug schuiven en dan gaan we u via die weg omhoog trekken eigenlijk, schuiven en via die weg uit het voertuig halen, ja? Ja, ja, is helemaal goed. Oké, okay. Goed. Dan stel ik voor dat we langzaam gaan beginnen. Mocht er tijdens... ja, dit alles pijnklachten ontstaan of iets anders even aangeven, ja? Ja, ja. Oké, okay, goed. Gaan we langzaam plat liggen. Jouw tel, Wim. Yes. Oké. Okay. Is een beetje ondersteund, dan ga ik nu de wervelplank erachter plaatsen. Yep.
meneer De Plan komt er nu achter. Oké, is hem ook. Als zo meteen de brandweer nog even kan komen helpen, dan... kunnen we starten. Ik hoor de brandweer. Yes, als jullie ook even kunnen ondersteunen, hebben we meer handjes. Ah ja, helemaal goed. Dan stap ik even uit. Ja, als jij anders alvast brancard en zo transport gereed maakt. Oké. Goed, dan gaan we op 3. En dan gaan we meneer een beetje omhoog helpen. Dan houden we even pauze. Of alles goed gaat, kijken of alles ook los zit. Of ja, tot de benen loskomen en zo. En als dat allemaal goed is, dan gaan we naar 6. En dan ligt hij volledig op de plank, ja? Yep. Vragen? Voor jou. Brancard die staat net achter de ambulance. Als je daar naartoe loopt met die plank, dan... Oké. Naar binnen. Helder, als je de headblocks en zo ook even klaar zet. Ja. Top. Goed, dan gaan we op 3, 1, 2, 3. Ja. Ja. Oké, okay. Benen komen los, mooi. En dan na 6. 4, 5, 6. Trekken en top. Arm even hoog. En dan kunnen we hier geleidelijk laten zakken. En lopen we naar de brancard. Hem hier op de brancard. Oké, okay. Had je de spin ook toevallig? Ja, alles alles erbij, mooi. Ja. Goed, dan zetten we de headblocks even als collega's even de spin kunnen inzetten, instellen. Ik vast al die helm af. Voor jou zo meteen de Volvo gaan eens begeleiden. Ja, okay, even over de vluchtstrook. Ja. Lekker. Goed. Zetten we hem achter in de ambulance. Kun jij even dat zwarte voertuig DV wat aan de overkant staat? Allen bedankt. Dan de rijstrook. Ja, wel geen nog een jongens. Hey. Oké meneer, dan gaan we nu naar het ziekenhuis, naar het Erasmus. Daar kan eventueel familie en allen in kennis worden gesteld. We zullen zo meteen op een spoedeisende en hulp aankomen. Waar ook een team van artsen en verpleegkundigen klaar staat om u verder te onderzoeken. Het kan zijn dat u nog in een scan gaat of u zult in een scan gaan. Maar laat dat allemaal op u afkomen en dan zal ook daar zal weer een uitleg van alles plaatsvinden. We zijn bij het ziekenhuis. Zo. Moet ik even die deur open? Yes. Is die? Kunnen we naar de eerste kamer rechts? Open. Rechts zei je? Ja, hier rechts. Ah ja.